Ja, eigenlijk schaam ik me gewoon dat ik bij sommige mensen daarin heb gezeten. Dat ik denk van ja, zo laag wilde ik eigenlijk helemaal niet gaan. Ja. Mijn echte hoogtepunt was dat ik in het water heb liggen schijten. Daar zijn we weer met de gloednieuwe aflevering van Reality. En als je dacht dat ik iets te veel onder de zonnebank heb gezeten, ik kom net terug van vakantie. Maar het gaat helaas niet om mij deze aflevering. Want ik heb twee iconische meiden op de bank zitten. De bekendste tweeling van heel Nederland. Ze hebben meegedaan aan Ex on the Beach, Echte Meisjes in de Jungle, Good Luck Guys. Ik heb het over niemand minder dan Sharon en Esme. Dag meiden. Ja, ik moet toch altijd om jullie gieren. Ik snap het wel, ik ook altijd al om mezelf. Dus. Ja? Ja, redelijk wel, ja. Redelijk wel. Ik wil eigenlijk als eerste beginnen met het programma waar jullie als laatste aan mee hebben gedaan. Good Luck Guys samen. Sharon, hoe kijk je terug op het avontuur? Ik kijk er echt bagger op terug. Oh. Want als ik kijk naar de, sowieso al de mensen die hebben meegedaan. Het zijn gewoon ja, hele, eigenlijk, ja, amateuristische, rare mensen. Nou, kinderachtig vooral. Ze hebben eigenlijk maar gewoon een zooitje. Kijk, daarom hou ik zoveel van jullie. Ga verder. Ze hebben eigenlijk maar gewoon een zooitje bij elkaar geraapt. Eentje van TikTok, die mensen helemaal niet kennen. Ja, eigenlijk schaam ik me gewoon dat ik bij sommige mensen daarin heb gezeten. Dat ik denk van ja, zo laag wilde ik eigenlijk helemaal niet gaan. Oh, dat vind ik best ja, wel een serieus. Pittige uitspraak van je. Kijk, we weten ondertussen dat hele Ziggy verhaal, die mogen jullie absoluut niet. Nee. Maar wie naast Ziggy nog meer niet? Dat je dacht van daar schaamde ik me echt voor om daarbij te gaan zitten? Ja, en Morena. Ja, daar wordt ook nooit echt goed over gesproken, want daar is nou gewoon eenmaal een wous. Timo, die vermaakt kinderen op TikTok, die kende ik eigenlijk ook helemaal niet. En Quinn. Ziggy schaamde ik me ook echt dood voor. Quinn inderdaad. Ja, wie nog meer? Jottie. Bijna de helft van de groep. Jottie kon ik het wel mee vinden, maar ja, in principe is Jottie ook niet meer relevant. Veel mensen kennen haar niet eens. En ze was eigenlijk veel te netjes en te serieus voor dat programma. Wij pasten gewoon niet tussen die mensen. Nee, het gaat er niet echt om of dat wij nu bekender zijn, of dat er nu wel of geen bekende mensen aan meedoen. Maar hun zijn... Hun willen nog hun best doen. Om bekend te worden. Oh, dus hun waren gewoon heel nep voor de camera's. En hebben jullie veel haat gekregen naar het programma, naar jullie deelname? Ja, maar dat hebben we eigenlijk altijd, waar we ook aan meedoen. Dus daar, ja, daar lig ik niet wakker van. Alleen, we werden nou vooral... Nou, zoveel haat krijgen we normaal gesproken niet, maar nu juist wel. Ja, omdat wij hadden gepest. We hebben al een naam, we zijn nooit echt positief door mensen. Nou, ik weet niet hoe het met jou zit, maar... Ja, ook wel, maar ook altijd wel veel negativiteit. Van, oh, dan heb je die stomme tweeling weer. Ja, maar je hebt altijd haat. Ja, dat zeg ik. Er zijn meer mensen die ons leuk vinden dan minder. Ja. Jullie zijn wel gewoon echt jezelf. Ja. En sommige mensen kunnen dat gewoon niet waarderen. Ja, nou... Maar nu werden wij inderdaad vooral pesters genoemd. Ja. En als jullie terugkijken op het programma, heb je ergens spijt van? Nou, het enige waar ik spijt van heb, is als ik dit achteraf had geweten dat het programma zo zou gaan, heb ik al spijt van mijn deelname aan dat programma. Ja, ik zou ook nooit meer meedoen als ze me zouden vragen voor dat programma niet. Het is duidelijk. Ik denk ook niet meer dat ze jullie ooit gaat vragen. Nee, dus bij deze antwoord is nee. Ja, Sharon, je bent ook moeder van Zaya. Ja. Hoe is het met de kleine? Nou, op dit moment slecht. Oh. Met haar. Ja, echt zielig. Want? Het is echt een heel vrolijk en leuk kindje altijd. Alleen de afgelopen dagen is ze echt heel erg ziek. Oh. Ze heeft echt heel erg gekoord, 40 graden. Wat sneu. Ja. En hoe bevalt het moederschap voor jou? Ja, toch wel, ja, ik ben er gewoon heel eerlijk in, zwaarder als verwacht. Ja? Ik ben natuurlijk een alleenstaande moeder, dat is niet zoals ik dat had gewild. En ja, het is gewoon, ja, het is echt zwaar. Ja, eigenlijk is gewoon je hele leven is gewoon, ja, weg. Je bent gewoon echt van 's ochtends tot 's avonds ben je alleen maar met je kind bezig. Dus je hebt totaal geen vrije tijd voor jezelf. Kijk, het is dat ik nog, ja, mensen om mij heen heb, familie die af en toe wel kunnen oppassen. Maar het is niet zo van, kijk, als ik bijvoorbeeld een keertje denk van, oh, laat ik eens lekker onder de zonnebank gaan, of mijn nagels doen, of mijn botox. Het gaat gewoon niet. De essentiële dingen van het leven natuurlijk. De belangrijkste dingen voor mij. Ja. Je moet constant van tevoren al nadenken, oh, waar ga ik Zaya laten? Wie kan er oppassen? Maar ik zie het ook, hè, dat ze er echt doorheen zit. Ja. Ze is elke dag, ze is heel moe en ze is niet meer de vrolijke Sharon van vroeger. Dus daarom dat ik ook bij haar kon wonen, dat ik haar kan gaan helpen, want ik vind het echt sneu. Je woont nu in België, had je net tegen mij gezegd, off-camera. Ja. En je gaat nu bij Sharon wonen. Ja. Om haar bij te... Ja, niet helemaal per se om die reden, maar ja, ik weet wel dat ze het heel fijn vindt dat ik haar gewoon met heel veel dingen kan gaan helpen. Zou je meer kinderen willen of denk je van dit wil ik nooit meer? Ja, nu is het net alsof ik een moeder ben die helemaal geen... Nee, maar het is goed dat je dit beeld ook laat zien, ja, want iedereen denkt natuurlijk eerlijk, dat het heel mooi is. Ik hou echt van mijn kind en kan nooit meer zonder haar. Dat is logisch, maar... Als je me nu op het moment vraagt, kijk, ik ben alleenstaande moeder, dan zeg ik van nee, ik wil geen tweede meer. Maar kijk, als ik over een paar jaar bijvoorbeeld echt gesetteld ben, want ik heb altijd twee kinderen gewillen. Ik vind het niet leuk dat zij dan ja, enigszins kind is. Dus ik denk wel, als ik bijvoorbeeld over 5 jaar echt gesetteld ben met iemand een tijdje,
dat ik dan nog wel een tweede wil. Maar daar houdt het echt wel op. Ik zou nooit nu meer als twee kinderen willen. Zou jij ooit kinderen willen, Esmee? Nee, Fabi, bij mij lukt het gewoon niet. Hoe bedoel je? Ja, ik... Ja, is het een gevoelige vraag? Nee. Het is niet dat ik ermee bezig ben. Maar ik heb jarenlang relaties gehad. En ik ben nog nooit zwanger geraakt. En ja, met mijn ex heb ik het ook ooit geprobeerd. Toen wel, kreeg ik hulp van het ziekenhuis. Ik heb me eigenlijk laten onderzoeken. En alles is gewoon goed aan mijn lichaam. Maar ja, het lukt bij mij niet. Kijk, zij is heel erg vruchtbaar. Ja, en ik het tegenovergestelde. Dus ik wil wel heel graag kinderen, maar... Misschien is het gewoon het universum dat tegen jou zegt, wacht nog even. Ja, het is mijn tijd nog niet, ja, denk ik. Want als ik nu een kind zou hebben, dan ben ik ook alleen. Dan zou ik ook helemaal gek worden. We gaan even door naar jou, Esmee. Echte meisjes in de jungle. Wat een avontuur ook eigenlijk. Ik vraag me dan altijd af waarom jij niet bent meegegaan. Ja, nu is ze weer spijt, maar dat wist ik. Ja, wel. Omdat ik dan toch zie van, ja, Videoland wordt goed bekeken. Ze heeft er ook echt iets aan. Je had daar gewoon ja tegen moeten zeggen. Dan hadden we allebei meegedaan. Volgend seizoen, wie weet, hè, dat ze dan wordt gevraagd. Ja, dat wil ik ook echt even duidelijk maken voor de mensen die kijken. Pak de camera daar, schat. Dat is jouw camera. Voor de makers van Echte Meisjes in de Jungle, mocht er een seizoen 3 komen... En ik wil ook weer meedoen. Vraag mij alsjeblieft. Ja, zou je nog een keer meedoen? Dus mee? Tuurlijk, met Sharon samen. Ja? De twinnies samen. Samen zijn we het leukst. Want hoe vond je het afgelopen seizoen? Wel echt leuk als vorig jaar. Want, waar kwam dat door? Ja, sowieso het land. Wij werden wakker tussen de brullende apen. Ja, ik vind dat mooi. Ja, nee. Ja, ik kan me daar niet vinden, maar ieder zo zijn eigen ding. Nee, het was heel leuk. Vorig seizoen hebben we gezien dat jij en Louisa, nou ja, we hebben het eigenlijk allemaal gezien, hoef het niet meer over te hebben, dat jij in het ziekenhuis lag met je armen en bla bla bla. Maar in de reunie van vorig jaar hadden jullie het bijgelegd. Vervolgens dacht ik, nou, jullie komen het nieuwe seizoen in, jullie zijn beste vriendinnen, het gaat allemaal weer prima. Daar was niets van waar. Nee, nou, dat kan ik heel goed uitleggen. Ik ben trots op mezelf geweest, want ik heb haar vorig jaar een knuffel gegeven, juist om haar te laten weten dat ik, ja, om hetgeen wat er is gebeurd, dat ik haar daarom niet haat wat er is gebeurd. Dus ik heb mijn eigen volwassen opgesteld, ik heb haar een knuffel gegeven en voor mij was het klaar. Maar dat betekent niet, ja, dat ik haar dan opeens mag of een leuk persoon vind. Ik mag haar gewoon niet. Ik vind haar zo nep en dan zie ik haar weer op het vliegveld, ja, en dan begin ik gewoon zo'n hekel aan dat wijf te krijgen. Het heeft niks te maken met dat zij mij van die berg heeft afgeduwd. Echt niks, want daar ben ik niet meer boos om, want ik weet dat ze daar niet bewust zo heeft bedoeld. Maar ik vind haar gewoon een vreselijk mens. Maar het is puur haar persoonlijkheid dat je niet mag. Ja, je vindt haar nep. Niet alleen nep, maar Louisa is zo gemeen. Ze doet alsof ze geen pester is, maar ze reageert letterlijk op elk persoon, heeft ze wel iets te zeggen. In dit seizoen van Echte Meisjes zie je het ook, dat ze bijvoorbeeld zo gemeen doet tegen Daphne van, ja, hij in het op papier. Dus dat Daphne haar ziekte moet verantwoorden aan Louise. Dat ging over haar misofonie. Ja, en zo heeft ze doet heel intens en ze komt heel gemeen over bij, dat is ook echt gemeen. Bij mensen. Dus tuurlijk willen mensen Louisa ook eruit hebben, want ze is gewoon niet leuk. Jij en Michelle Cox, dat ging ook niet helemaal top in het begin. Je had best wel wat pittige uitspraken over haar. Wat is dat wij lelijk, zei je. En bloemkool en je had van allemaal vreselijke dingen. Ik vond je best pittig, hoor, dit seizoen. Weet je wat het is? Ze pakken natuurlijk maar alleen mijn grove uitspraken, ja, tijdens het quoten. Dus dan kom ik heel grof over op tv. Omdat ze alleen maar die stukken pakken, ja. En dan zie ik mezelf terug en dan denk ik van, nou, Esmee, dat had wel iets minder gemogen. Waardoor kwam het dat jij en Michelle weer soort van vriendinnen werden, want je hebt ook een brief nageschreven. Hoe is die overstag gegaan? Op een of andere manier haten we elkaar wel of niet. Er was altijd een spanning tussen ons, maar we kenden elkaar niet. Dus ik heb nooit de kans gehad om met haar te praten of wat dan ook. En toen kwam ze bij mij in het team voor de eerste keer. En ja, zo op die manier hebben we elkaar echt kunnen leren kennen. En toen besefte ik dat ze best wel meeviel. Dat we eigenlijk met z'n drieën ook gewoon hetzelfde zijn. Want zij zegt alles, eerlijk. En dat zij is ook heel eerlijk, maar ik dacht echt van, zij is ook heel gemeen. Ik had een beetje verwacht dat ze zoals Louisa zou zijn. Maar ja, Michelle is gewoon echt een hartstikke lieve vrouw. En Michelle had ook nog iets te zeggen over jou. Want ze heeft een boodschap ingesproken. Kakkelak, ja. Jij komt nooit meer van mij af. Je zit dus nu bij VAR. En ze vroegen of ik voor jou een filmpje wilde maken. Natuurlijk wil ik dat. Luister. Jij geeft mij een briefje. Ik geef jou een filmpje. ondanks dat wij elkaar nooit niet echt hebben gelegen. Maar we kenden elkaar niet. En nu prik ik door je heen. Grote bek, klein hartje. En voortaan eenmaal lieve dingen over me zeggen. Hè? Nou, doei, kus. Kort en krachtig. Ja, kort maar krachtig. Is lief. En wat vonden we eigenlijk van het hele Daphne en Femke verhaal? Het is een beetje moeilijk om daar een mening over te geven, omdat ik er ten eerste zelf niet bij was. Ja, en ik weet gewoon niet precies wat er is gebeurd. Kijk, iemand spreekt niet de waarheid, want waarom zou Daphne er eigenlijk opeens afzonderen? Er is iets gebeurd, snap je wat ik bedoel? Want waarom
voelt Daphne er eigenlijk in één keer zo. Dus of Femke Louise heeft iets gemeens gezegd of haar in één keer buiten gesloten, of Daphne liegt. Maar ja, ik vind het heel raar allemaal. De reunie heeft een paar dagen geleden plaatsgevonden. Heb je je ding kunnen zeggen tegen de mensen waar je aan hebt geïrriteerd in het programma? Voornamelijk wel. Ik had ook niet anders van je verwacht. Nee, ik heb niet alles kunnen zeggen wat ik wilde zeggen, want je vergeet toch bepaalde dingen. Weet je dat nog? Wat je vergeten was om eigenlijk tijdens de reunie te zeggen? Nou, wat ik nog heel graag wou zeggen, wat ik zo ook gemaakt vind van Louisa, is dat zij is een persoon. Voordat zij de helikopter uitstapt, ze stapte de helikopter uit en haar tiet hangt eruit. Ik weet, is er stop nou. Ik weet dat zij weer de stap lach krijgt. Louisa die stapte de helikopter uit en haar tiet hing eruit, toch? Ja. Nou, en zij is een persoon. Zij hangt zelf haar tiet eruit en vervolgens gaat ze doen van oh, shit, mijn tiet hangt eruit. En dat zijn die streken van Louisa en dat had ik ook graag tegen haar willen zeggen. Dat ze zo van die neppe dingen doet. Maar dat gevoel had ik ook een klein beetje bij Shanta en dat McDonald's verhaal. En dat... Ja. Oh, echt. Ben ik blij dat jij dat ziet. Een beetje dat Brit Dekker van vroeger, dat typetje. Ja. Ja, precies. Dat had ik ook een beetje bij Shanta. Ja, weet je, Shanta heeft gewoon heel weinig inhoud. Nee, maar die meid heeft gewoon, die heeft niks. Die heeft heel weinig inhoud. Dus dan gaat ze het maar gooien op McDonald's. Maar dan denk ik, ja meid, na 2-3 keer is het niet meer grappig. Ja. Ja, ik kan het niet vaak genoeg zeggen, maar ik hou zo van jullie eerlijkheid. Jullie zijn een van de weinige mensen die zo direct zijn. En ik kan er alleen maar van genieten. Ja, schenk jij even thee in voor ons. En Smeetje, je moet gewoon eerlijk antwoord geven. Dat doe je altijd. Tegen welke prijs zou je ooit weer meedoen aan X on the Beach? 30.000 euro. Oh. Nou. Ja? Ja. 30.000 euro doe ik mee. Maar het is zo op. Ik weet zeker, je zegt het nu niet, maar als ze nu tegen jou zouden zeggen, Sharon, jij gaat morgen naar X on the Beach en we geven jou nu cash 30.000 euro, jij zegt ja. Waar of niet waar? Ja, oké, 30, ja, ik zou toch wel 30. Ja, want anders lieg je. Ja. Nou kijk, ik zou gewoon slim zijn en meedoen, dan heb ik inderdaad wel al dat geldbedrag en ik zou me eigenlijk gewoon normaal gedragen. Dus geen seks hebben? Nee, absoluut niet. Een zusrelatie kan soms behoorlijk tegenvallen. Waar heb jij wel eens ruzie om met je zus? Ja, ik denk toch relaties, jongens. Jongens? Ja. Waarom je dat? Ja. Ja? Wat vind jij het meeste irritant aan Esmee? Ja, het meest irritant aan Esmee vind ik dat ze altijd commentaar heeft op mij. En dat ze altijd vindt dat alles wat zij doet en heeft beter is. En dat doet ze misschien onbewust, ze is anderen altijd aan het afkraken. En ze doet altijd alsof alles bij haar beter is. Is het zo? Nee, ik vind juist ook andersom. En daarom liggen wij soms elkaar ook niet. Want ik vind ook dat zij altijd commentaar heeft op alles wat ik doe. Oh, nou ja. Ja, dat is gewoon zo. Nee, ik vind het andersom. Tegen welke tegenstander van echte meisjes in de jungle zou je niet in een boksring willen staan? Louisa, want die vreet mij op. Wat vond jij het hoogtepunt van Echte Meisjes in de Jungle? Mijn echte hoogtepunt was dat ik in het water heb liggen schijten. Ja, Emma, ga maar eens in het water poepen. Ik heb gewoon echt... Waarom kun je nou nooit eens keer normaal? Ja, maar ik heb gewoon gepoept in het water. Hé, hey, dieptepunt? Wat is dat? Dat je er doorheen zit? Ja, wat je niet leuk vond. Ja. Oh, was ik niet leuk? Maar goed, wat vond je dieptepunt? Mooi antwoord, dankjewel meiden. Ik vond het weer gezellig. Dit was theeleuten. Kom, we gaan eruit. Jullie krijgen ook best wel veel, we hadden het al eerder besproken, haat. Ook over jullie uiterlijk. Er wordt veel gezegd en gedaan dat jullie bijvoorbeeld een eendenbek hebben. Hoe kijken jullie daar zelf naar? Ik besef dat we vroeger... Oké, jij bent nu misschien best wel weer... too much, omdat je laatst bent geweest. Oh. Maar ik zie het zelf nu wel terug. Als ik mijn eigen zie op Good Luck Guys, dan hadden we net daarvoor nog zulke lippen. Ja, dat klopt. En ik zie dat nu zelf terug en nu besef ik me pas van, ja Esmee, we gingen te ver. We hadden te veel botox. En nu zijn mijn lippen echt veel dunner als hoe het ooit was. En nu vind ik mezelf veel mooier. En jij? Ik snap wel wat jij zegt, maar ik vind ook, kijk, mensen zeggen allemaal tegen ons van, oh die botox wijven dit en dat. Maar mensen moesten eens een foto zien. Van ons. Als ze helemaal geen botox hebben. Naar wat voor reacties je dan krijgt. Dus het is bij mensen toch nooit goed. Maar ik heb dit gedaan omdat ik me eigenlijk goed ben voel. Anders zou ik het niet doen. Ja. Dus mensen kunnen daar nog harder blijven roepen. Maar... Want wat heb je allemaal gedaan tot nu toe? Kijk, niet alles is goed gegaan zoals ik wilde. Zoals wat? Kijk, mijn gezicht is gewoon echt heel onsymmetrisch geworden.
Kijk, sinds ik botox heb gedaan, als ik praat, dan weet gelijk de hele Nederland dat. Mijn lip aan deze kant, als ik praat, die schiet in één keer naar beneden. Hè? Die blijft staan. Oh. Ik heb een neuscorrectie gedaan. Die is van de voorkant helemaal mislukt. Hier, hij loopt helemaal naar die kant. En hij is keidik. Er zit totaal geen vorm in. Elke operatie die ik doe, die mislukt. Maar zie ik, je bent een hele slechte arts of zo? Nee, ja, ik weet het niet. Ik onderhoud het gewoon op een of andere manier niet goed. Ik weet het niet. Of slechte artsen. En Esmee, wat is het meest recentelijke wat jij hebt gedaan aan jezelf? Mijn borsten heb ik iets kleiner laten maken. Omdat ik pijn had ook. Mijn borstenoperatie was ook niet goed gegaan. Dus het is allemaal ellende. Ik heb er alleen maar pijn aan overgehouden. Dus ja, ik wil echt alle meiden adviseren die erover nadenken om een borstvergroting te nemen, dat ze er echt heel goed over na moeten denken. Goed dat je dat zegt. Ja, meen ik serieus. En je zou niet verwachten dat het zoiets uit mijn mond komt, maar als ik van tevoren dit had geweten, dan had ik nooit geen borstvergroting gehad. Gedaan. Nee. Hoe ziet jouw dagelijks leven uit, Sharon? Nou, mijn dagelijks leven bestaat alleen maar uit werk. Wat voor werk doe je? Momenteel werk ik nog in een frietent, maar ik ben daarna aan het uitwerken. En over 2 weekjes ga ik weer terug naar de Sippe, waar Esmee ook werkt. Dus we zijn gereden bij de Sippe. En we komen weer helemaal samen. Ja, en daarnaast het zorgen voor mijn lieve kind. Dat was het. Ik kom nergens, ik doe niks, ik ga de deur niet uit. Ik maak me eigen nooit meer op, ik kleed me eigen niet leuk aan. Behalve nu? Behalve dus net zo'n dag als vandaag. Ik denk dat 3 maanden geleden is dat ik een keer make-up op heb gehad. En hebben jullie ook een nieuwe liefde? Oh, jij lacht een beetje. Esmee, vertel. Nee, ja, het is misschien beter dat ik het nog niet ga uitspreken. Oh, maar er is iets... Er is iets aan het opkomen. Ah, dat vind ik heel leuk. Oh, sorry. Oh, jij bent het niet mee eens? Nou, niet zo gemeen doen. Hij is een goede jongen, dat weet je zelf ook. Ja... Vertel, schat, wat vind je ervan? Ja, vertel het aan tante Fari. Ik vind er eigenlijk gewoon niet zoveel van. Nee, ja, het is haar leven. Als zij er gelukkig mee is, ja. Nou, doe dan niet zo met je... Heeft hij iets gedaan of zo, dat jij niet heel geïnteresseerd bent? Sharon reageert altijd zo, denk ik. Ik heb er geen mening over, ja. Houd toch je mond, Sharon, met je geen mening. Dat kan niet. Je hebt altijd zo'n snavel, net als ik. En dan ga je nu zeggen, ik heb geen mening erover. Geloof het niet. Omdat ik geen zin heb in weer een reactie van haar, dus dan laat ik het liever zo. Oh, maar dat vind ik volwassen van je. Snap je? Ja, dat is zo. Als zij gewoon de gelukkig is, dan ben ik echt oprecht gewoon blij voor haar. Ja, ik vind dat toch wel een leuke afsluiting van de aflevering, ja, toch? Ja. En ik hoop dat jullie gewoon gelukkig met elkaar zijn. Wellicht ooit kindjes gaan krijgen, wie weet. Ja, ik zou wel nu echt voor mijn 30ste zou ik wel kindjes willen. Voor je 30ste? Ja. Ja, met de juiste partner. Ja. Meiden, ik heb ontzettend van jullie genoten en ik blijf altijd van jullie genieten. Ik ben echt heel erg fan van jullie. Ik hoop dat er binnenkort weer een nieuw programma aan zit te komen. Jullie bedankt voor het kijken. Ik ben er binnenkort gewoon weer gezellig bij. Dag.